Tine. Anele. Cornelis. Barda. Goed aangenomen. En nu is er ruimte eindelijk is voor Cornelis op de flank. De voorzet is goed. Chiala. De man van de goal. Onbekend. Maar hij komt uit Namen. En scoort in de halve finale van de beker. Balastoot. Alles werkt weer. Chiala. Ook een grote jongen hoor. Hup, kijk eens aan. Rust. Ze durven dat allemaal. Buijens. En daar komt ook een Jimmy verdedigen. Baguette. Overtreding van Balastoot. Neemt Baguette mee. Die was licht geblesseerd na de match van Eupen vorige zaterdag. Maar toch fit genoeg om hier op de bank te zitten en in te vallen. Drezen. Heerst daar centraal. Samen met die wat onberekenbare Bojovic. Ze komen niet aan kansen, Genk. Nee, nee. Zeer duidelijk. Als je dat gaat optellen op een hele match. Ze komen niet aan vier. De Graaf. Even niet gekeken. De Mul. Barda misschien. Barda niet meer. Dit is De Graaf. Ja, het wil maar niet beter bij Genk. De Graaf. Nikolic. Zet de Witte. Oeh. Maar daar is Waget. Ze tikken hem rond. Tom Soetaars heeft hij de bal geraakt. Nu wel. Vossen terug naar Soetaars, maar die is wel snel. En kan die bal goed voorbrengen. Kojovic, nee, dat is niet goed. Op hoge ballen. Ballen van de flanken. Zou die niet de best zijn? En dat hebben we nu net gezien. Aarzelend op de voorzet van Tom Soetaars. Cornelis. Barda. Ook een Jimmy. Oeh, hij kan zich bijna vrij kappen. Ook een Jimmy sterk aan de bal. Maar daar is Timo Drezen. Foutje Cornelis. Ja, zo simpel is dat. We krijgen ook een wissel bij Racing Genk. Nemec zou daar gaan opkomen. Maar nog even wachten. Maar dat is nog niet helemaal klaar. Dat is een diepe spits. Met kracht, dat weet u. De Graaf. Felle linker heeft hij. João Carlos. De Witte. Veel en hard gewerkt ook. En gescoord. Tom de Mul. Kan op snelheid komen. Snijdt naar binnen. Zoekt ook een Jimmy. Goed aangenomen. Tom Soetaars gaat de beweging maken. En de trap. Maar daar is Chiala. Ja, Chiala. Had iets zuiverder kunnen wegwerken. Maar verdedigend doet hij zijn job hoor. Balastoot. Anele. En João Carlos die is nog bijna niet naar voren gekomen. Anele doet dat nu in zijn plaats. Ook een Jimmy. Vossen moet trappen. Oh, dat komt tegen de paal. En als Soetaars met zijn rechter een beetje slapjes. Oh, la 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 la. Hier komt Lierse goed weg. Kujovic helemaal verslagen. Maar de paal speelt ook mee. Zijn trainer van mij vroeger. De paal brengt redding. Maar goed van Vossen. Die ruikt de goal, dat weten we. Maar staat nu eigenlijk ja, zo wat verdedigende middenvelder op. Verdelende middenvelder. Hij is populair bij de supporters. U zag even waarom. Nikolic. Technisch niet de zuiverste. Maar hij blijft gaan. En daar is Nemec. Ondertussen kijken we nog eens. Bal door de benen van Chiala. En de afgeronde paal. Die staat er ook. Nemec gaat komen, wellicht gedood. En dan zijn alle centrale middenvelders op bij Racing Genk. Dan zijn ze allemaal af. Hubert, dood. De schokbreker weg, maar ze moeten goals maken. Of de balans dan nog in het elftal zit, dat is een heel andere vraag. Want iemand moet die bal wel vooraan brengen natuurlijk. Wie gaat dat dan doen? Want de Jimmy naast Nemec. Dan heb je ook nog Soetaars, heb je ook nog de Mul. Barda natuurlijk.
Allemaal goede voetballers, maar waar is het evenwicht? Sterk hoor, van Tjalla. Samir, Tjalla. Tjalla tegen Toot. Foutje van Toot, zou ik zo zeggen. Nee, we spelen. Daar mag dat. En Samir neemt nu die plek in van Tjalla. Alles loopt gezwind bij Liersen. Het staat nog altijd 1-2 voor. Nog 18 minuten. Anele. Ook een Jimmy naar Barda. Dat is de bedoeling. Bojovic. En krijgen we nu dan de wissel. Adam Nemec. Komt voor Balasroot, inderdaad. Dus de twee schokbrekers van voor de rust. Eraf, aanvallers erin. Ook de Jimmy en Nemec. Twee centrale spitsen. Het is een beetje een wanhoopsdaad. Hij is groot en sterk. En tegen die grote en sterke jongens zou dat wel eens van pas kunnen komen. Cornelis met de verre inworp. Nemec gaat de lucht in en wint zijn eerste duelletje. Samir. Tegen Soetaars. Die zijn visitekaartje nog niet heeft kunnen afgeven. Soetaars krijgt de bal nu terug. Op de kont van Tjalla. En kijk eens hoe ze alles vastzetten. Mooi, mooi, mooi. Bal is over de lijn. Gewoon inwerpen voor Liersen. Ronnie van Geneugde probeert wat te herschikken. Hij heeft dat door zijn wissels uiteraard al vanzelf gedaan. Balbezit nog altijd ruim in het voordeel van de thuisploeg. Maar wat koop je daarvoor als je achterstaat? Buijens. Nog eens Buijens. Nemec. Goed van Anele. De Mul centraal met links. Hij trapt hem. Al heel mooi binnen. Tom de Mul met zijn linker. Weg van zijn rechterflank. En wat een goal van Tom de Mul. Uitstekend getrapt met zijn linker. Doelpunten 1 inderdaad. Tom de Mul. Geen ruimte op rechts. Dan maar centraal. En dan alles op alles. Alle risico genomen bij dit schot. En daar kan Nakujovic niet bij. 2-2. 2 tegen 2. En altijd 2 outgoals moeten we zeggen van Liersen, niet onbelangrijk uit het doelpunt. En daar is Jurri Cavens. Hij komt inderdaad voor Nikolic. Liep al een hele tijd warm langs de lijn. Op een wat kouwelijke avond. Cavens kan voetballen, dat weten we. Is niet de krachtpatsers in de duels, ondanks zijn lengte. Maar hij ziet het goed en paast goed. Hier bijvoorbeeld op Wachet misschien. En hij heeft 16 keer gescoord in de competitie tot nu toe. De topschutter van Liersen. Cornelis. Nemec. 2-2. Nemec zet zijn lijf. De Mul. Die is wakker na zijn goal. En nu kan er nog wel wat gebeuren in dat laatste kwartier natuurlijk. Als Schenk een beetje moed put uit die goal. Ja, ze moeten winnen. Want stel dat je met deze uitslag naar Lier moet. Dan is het nog altijd Genk dat moet scoren en winnen. Podil. Podil. Ook een Jimmy goed weggedraaid. Maar het levert niks op. João Carlos, controle goed. Genk begint eindelijk te drukken, pressie te spelen. Ze moeten in de 16 geraken. Soetaars. Hola. Wachet. Wallaerts in de weg. Sheriff, lang geleden gezien, tegen Cornelis. Nou, Liersen gaat het nu moeilijk krijgen. Dat lijkt vanzelfsprekend. Barda. Er is geduwd door Nemec. Moest even vragen wat er gebeurd was. Nog eens de uitstekende trap. Ondertussen ligt daar een man van Liersen geveld. Krampen, ja, tempo natuurlijk. Timo Drezen. Het gaat hier snel, zeker voor een tweede klasser.
Ook een Jimmy komt even polshoogte nemen. Barda alweer bij Paul Allaerts om uitleg te vragen en vooral om te geven ook, denk ik. Is het een gewone doordeweekse kramp? 8 keer heeft hij de bal gerecupereerd. Als hij maar van zijn kramp recupereert. Maar aan wisselen denken ze niet bij Lierse. Hij staat weer. Van de Mul heeft zich niet al te veel te verwijten. Zat vast. Hard gewerkt. En ja, als je dit doet. Dat doet een voorzitter wel plezier, denk ik. En ook zoals Fase. Dreze staat weer en kan weer verdedigen. Hij staat nog langs de lijn. Maar ja, hij moet gewisseld worden, wordt nu aangegeven. Toch niet fit. Ik dacht dat hij er weer zou inkomen. Maar Dreze moet nu gaan liggen daar achter Kujovic. Is meer dan een kramp. Cornelis, kan Genk daarvan profiteren? Ze zijn met zijn tienen. De Witte nu centraal. Zet De Witte, ook een grote jongen, aan Nijlij. Nemec. Sheriff. Hij heeft ook weinig oorlog met de bal, moet ik zeggen. Doet dat allemaal vrij vlotjes. Gavens. Wat hebben ze nog op de bank zitten bij Lierse als verdedigers? Een jonge Braziliaan, Bruno Camacho. Speelde ook vorige zaterdag. Is er nog wat pas van tijdens de winterstop. Een stevige Braziliaan. Nou ja, want Dreze, dat gaat echt niet meer. Dat zal Herman Helleputte niet al te leuk vinden. 25 eraf en 24 erop. Bruno Camacho. Kent u Camacho nog van Real Madrid? Een niets ontziende verdediger. Misschien is hij wel genoeg naar hem. Deze Camacho is hoe dan ook een sterke verdediger. Naar verluidt. Meteen in de buurt van Nemec. Maar is Liers ontregeld of niet? Dat is nu de vraag. Podil. Nemec. Buijens. Nemec, de vlag met de hand. Van Reneu de Woest. Grensrechter gaf het aan en die stond er wel echt goed op te kijken. Duim omhoog van Herman Helleput. Daar moet die bal komen liggen. Hier zien we dat. Nemec met de hand. Ja, dat kan wel kloppen hoor. Deze slow motion geeft het aan. Drezen. Hinkend naar de dugout. Ja, dat klopt. De vlag ging terecht de hoogte in. Cornelis. Koppen maar, zegt Bojovic. Ze missen daar nog een centrale verdediger, Frederik Frans. Maar we kijken eerst naar Cavens. Cavens weg. Cavens hou hem in de gaten, denkt Joao Carlos. Cavens. João Carlos is sterker. De Mul, de tackle van de Graaf. Ja, hij krijgt de bal mee, Gary de Graaf. Allaerts was pertinent. Maar ze missen dus ook Frederik Frans. Die is voor een vijftal weken uit als ze de centrale verdediger naast Dreesen normalerwijs. Uitstekende kracht ook. Eigen product van Lierse. Net als Dreesen trouwens. Cavens, dat valt mee. De Graaf, Abel Wachet, die heeft een goede linker. Botsenballetje, makkelijk voor Davino. De man met de magenta trui en kousen. Podil, die heeft rode schoenen. Podil. Ja, nu kunnen ze dat hè, met Nemec. Maar Bojovic is ook sterk in de lucht. Vossi. Ja, Genk heeft wel degelijk wat mogelijkheden gehad, ook via Vossen.
in de laatste 10, 15 minuten. Maar overweldigend blijft het niet. Want de goal was geen kans, als een uitstekend schot. Maar geen uitgespeelde mogelijkheid. Dit is Tom Soetaars. Ook in Jimina. Kujovic laat hem makkelijk lopen. Camacho vraagt even aan zijn ploegmaat, was het oké? Want die komt daar natuurlijk koud in, verdrezen. Samir, ja, die is kapitein, aanvoerder. Wou ik zeggen, maar het wordt Cavens uiteraard. Oude strijder, maar hij is nog maar 29. En hij heeft altijd gescoord tegen Racing Genk. 10 jaar geleden won Lierse de beker. In halve finale versloegen ze toen Racing Genk. En Cavens scoorde toen al voor Lierse. En nadien veel omzwervingen gemaakt. Standaard, Marseille, Genoa, Beerschot, dan nog allemaal Nederland. Ondertussen kijken we naar ook een Jimmy. Die neemt die bal vrij goed aan. Cornelis uiteraard met de inworp. En nu Ronnie van Geneuk, de voortdurend voor zijn dugout. Nemec, João Carlos is mee. En daar is Cavens, maar kan hem niet aantikken. Cavens is niet de man van het duel. Eerder van de combinatie. En liefst met de goede spits naast hem, zoals Sterkelees, een maatje bij Gernal Beerschot, weet u nog. Gouden duo, net als nu met Radzinski. Maar dat is voor de terugmatch. We kijken naar De Mul, die versnelt. Terugleggen op Cornelis. Iedereen terug bij Lierse. Ze mogen niet te ver terugtrekken. Dat is moeilijk voor Soetaars. Lierse heeft nu de neiging om echt wel terug te plooien. Mogen niet te diep terugvallen. Maar Van Geneugde wordt toch enigszins nerveus. Nog een dikke 6 minuten. We tellen daar, laten we zeggen, 2 minuten bij. Nog 8 minuten. Goed van de Witte. Maget. De Witte, oh, die blijft wel zeer sterk op de been tegen Anele. Gooit er zijn been naar en dit was goed gespeeld. Maget zoekt naar zijn linker. Hij paast dan toch maar op Samir. Samir Davino verhulst. Ruimte voor Barda. Nu moeten al die mannen terug. De Witte, Maget. Ze zijn ver weg bij Lierse. Podil. Nee. Tjalla. 2-2. Podil. Richting Nemec. Uiteraard, die krijgt de bal wel op zijn hoofd. Maar ook nog een elleboogje tegen de neus van Bojovic. En dat wordt bestraft. Hier zien we het wel erg duidelijk. Petar Bojovic. Kujovic neemt wel echt zijn tijd. Allaerts gebaard dat hij moet voortmaken. Vossen, weinig bij de bal op die stek daar voor de defensie. Ja, die gaat het spel verdelen. Hè? Zijn ouderwetse opvatting mag ik erbij zeggen, maar toch. Alles naar voren gooien. Ook João Carlos nu mee. Uiteraard. Barda, Nemec. Wie staat daar allemaal? Ook Waget. Die vangt op. Anele. Dat is misschien voor De Mul, de Graaf. De Mul snel ertussen, maar De Graaf tackelt. Gaat hij op de bal liggen? Nee, zegt Allaerts. Handspel denken ze bij Racing Genk, maar dat kon ik echt niet zien. Dadelijk hebben we de herhalings. Oeh, de tackle van Anele. Oh la 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 la. Recht naar het scheenbeen van Jurgen Cavens. Geel is zijn deel. De eerste van de match. De man uit Kaapstad. Ola. We namen even alles mee, maar gelukkig ging Cavens al even zweven. Want als hij blijft staan, dan mag hij naar het ziekenhuis.
Hier nog eens kijken. Valt hij op de bal of niet? Ik denk het wel. Hij zit er met zijn rug voor. De reverse angle camera. Ik weet niet of we die hebben, maar die zal duidelijkheid moeten brengen. Het was misschien dan ook nog niet met opzet van de Graaf. Hoe dan ook niet gefloten. Anele. Lierse zou er nog eens moeten uitkomen voor de gemoedsrust. Dit is hem. Camacho. Ja. Braziliaan, dat zie je meteen aan deze fijne paas. Hier nog eens. Dit is de reverse angle. Dit is met de hand. Ja. Hij slaat er zelfs naar. Door de val kan dat zijn, maar ik denk dat het... dat kan je fluiten. Zeer zeker. De reverse angle camera bracht uitsluitsel. Nemec. Barda, dat is goed gespeeld. Ogunjimi niet. Het had hem al een beetje tegen voor Ogunjimi. Maar Lierse komt er niet goed meer uit. Soetaars. Vossen. Moet naar Cornelis. Kujovic. Ver uit de goal moet ik zeggen. Trap hem maar in de tribune. Nog 3 minuten. Officieel iets minder, maar we tellen bij. Uiteraard Nemec. En zo tikken de seconden weg. Zo heeft Lierse het graag 3 minuten extra. Was te verwachten eigenlijk. Al die wissels. Dus 2 plus 3 is 5. Zo lang gaan we ongeveer nog voetballen. Maar bij de Lierse aanhang wordt er stevig gevierd. En wat gaat er door het hoofd van deze man? Hij zal het weer moeten uitleggen. De tamme voetbal.